vandaag. Gaan we een stukje sneller dan normaal. Een hele goede morgen, middag, avond en welkom bij What's Next Crypto. Mijn naam is Patrick en vandaag ben ik bij jullie met een market outlook video en een message. En voor de mensen die dit niet interessant vinden, je kunt gewoon doorskippen. Voor de mensen die denken, joh, waar gaat dit over hebben? Blijf nog heel eventjes kijken. Vandaag kwam ik iemand tegen en ik was onderweg met mijn scooter en vervolgens kwam er een dame naar me toe. Die dame die vroeg mij om een heel specifiek iets. En terwijl die persoon naar me toe kwam, dacht ik al, wat moet ze van me? Waarom komt die persoon naar me toe? Wat stimuleert die persoon nou om op me af te lopen? En ik ging mijn tasje een beetje bij me grijpen. Ik keek of ik allemaal spullen wel bij me had. Misschien moet ik bureau, of misschien wat gebeurt. Het ging allemaal dingen om me heen. En al die dingen waren beïnvloed door de manier hoe ik keek naar de wereld. Mijn perceptie van hoe de realiteit moet zijn. En die dame die kwam naar me toe en die stelde me een vraag. Hetgene waar ze om vroeg was of wij 1 uur aan schoonmaakdiensten nodig hadden. Want ze had geen geld meer voor eten en geen geld meer voor benzine. 1 uur aan schoonmaakdiensten. En om een of andere reden, ik gaf haar wat geld en daarna reed ik door. En ik dacht, ja, nou, oké, prima, ik heb gewoon wat geld gegeven. En toen hoopte ik dat ik er meer gegeven had. Toen hoopte ik dat ik meer kon doen. En toen wilde ik jullie gewoon dit perspectief geven. Want we zitten momenteel in een correctie, we zitten momenteel in problemen. Er zijn altijd problemen aan de gang. Maar de manier hoe je naar problemen kijkt en de manier hoe jij gelukkig bent in het leven is niet afhankelijk van die problemen. Het is afhankelijk van jouw perceptie. Je bent zo gelukkig als dat jouw perceptie van jouw realiteit je toelaat. Dus, hoewel het soms lastig kan zijn dat we nu in een correctie zitten, dat we, noem maar wat, in een boelmarkt hebben gezeten, of misschien heb je iets gemist, of misschien zijn er 100 problemen die er door je hoofd gaan. Denk dan terug aan die persoon die voor 1 uur aan schoonmaakdiensten iemand op straat aan ging spreken, omdat ze geen geld had voor eten. Nou, wat ik wil doen is, ik wil sowieso het netwerk van What's Next in gaan zetten om dit soort verhalen naar jullie toe te brengen. Om dit soort verhalen wat kenbaarder te maken en om gewoon iedereen de perspectieven te geven. Want jouw geluk is gebaseerd op de perceptie van jouw realiteit. En als je meer verhalen krijgt en meer perspectieven krijgt, dan kun je die toevoegen en hopelijk dan een gelukkiger leven leiden. En dankbaar zijn voor de problemen die je hebt gekregen. En dankbaar zijn voor de dingen die op je pad liggen. In plaats van altijd maar meer willen. En proberen om vastzitten in die problemen. Dus ik ga nadenken over hoe we dat het beste vorm kunnen geven. En wat wij kunnen doen met ons netwerk om dit soort verhalen vaker naar jullie te brengen. En om hier meer mee te doen. Maar ik wilde gewoon even dat perspectief met jullie delen. Dus als je vast zit in je problemen, denk dan terug aan dit verhaal. Denk terug aan die dame en wees dankbaar voor het probleem wat je feest. Omdat je niet op straat voor 1 uur schoonmaakwerk hoeft te zwoegen. Om überhaupt 1 uurtje werk te krijgen. Alright. Without further ado, laten we dan maar doorgaan naar de video. Alright. Daar zijn we. Bitcoin. Het voelt een beetje anticlimactisch om nu naar een chart te gaan kijken na die mooie speech natuurlijk. Maar ik wilde het toch eventjes met jullie delen. Ik wilde het toch even kwijt, want het zat me anders dwars. En ik hoop dat jullie er wat uit kunnen halen op deze treurige correctiedag. Gisteren, heel simpel, een scenario geschetst. 39.650 is het level waar ik naar kijk. Is het level wat ik in de gaten houd, wat gebroken kan worden om vervolgens weer wat in te kopen. Momenteel falling wedge, formatie, consolidatie. We zien een higher low gecreëerd worden. We zouden uit kunnen breken uit deze wedge. Zou een mooie verrassing kunnen zijn. Om te anticiperen op dat scenario heb ik een kleine positie ingenomen in Mina. Stoploss staat hier ergens. Of tenminste, mijn denkbeeldige stoploss staat ergens onder deze low. Want dan invalideren we namelijk dit patroon. Dus Mina hou ik in de gaten voor dit moment. Voor Bitcoin.
ben ik gewoon aan het wachten op further downside om volledig in te schalen binnen mijn portfolio. Het scenario dat we hier zo onder de 39.650 zouden breken, dat zou ik echt enorm fantastisch vinden, want dan ga ik echt 100% ingeschaald zitten binnen mijn portfolio. Waarom? Omdat in die lows enorme opportunities liggen. Dus dat zijn van die uitzonderingsgevallen waarop ik af en toe nog wel eens 100% exposed wil zijn aan de markt. Soms, zoals nu, wil ik liever wat minder risico hebben. Ik zit ongeveer 75% in cash. Nu met die MINA-positie ongeveer 65% in cash. Maar ik wil gewoon hier onderbreken en dan volledig exposure hebben op het moment dat ik afwijzing zie in de markt. Alright, dat is de update. Hartstikke bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je dit een mooie video vond. Ik hoop dat je je problemen gaat zien als blessings in plaats van daadwerkelijke problemen. En ik hoop dat je een fantastische dag hebt. Mocht je dit een leuke video vinden, laat het eventjes weten. En dan was het dit voor vandaag. En dan zie ik jullie morgen weer. Ciao, ciao iedereen.